Welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik ben verder gegaan met mijn Boston M9. Ik heb het een en ander off-camera gedaan, zo moet ik zeggen. Omdat het toch een vrij veel gepriegel was en ik niet precies wist welke richting het uit zou gaan. Ik heb inmiddels de kabels vastgezet met wat tie wraps. De decoder heb ik gestopt tussen de kabels en de motor. Dan blijft hij denk ik wel goed zitten. De verlichting aan de voorkant die heb ik weer losgemaakt. Heb ik een tweede kabel bijgemaakt. De blauwe kant, zodat ik ook de achterkant verlichting kan aansluiten. En ik heb hem inderdaad vastgelijmd. Ik had hier nog een klein stukje plastic zitten. Zal ik dadelijk aan de andere kant laten zien. Dat was om ervoor te zorgen dat de LED niet een heel duidelijke LED schijn hier op de voorkant achterliet. Maar met het opzetten van de kap bleek dat precies hier tegen de onderkant aan te duwen en die LED eigenlijk hoger te zitten dan ik dacht. Aan de achterkant heb ik wel dat stuk plastic laten zitten. Dit is een zwart stuk plastic, zodat er ook zo weinig mogelijk licht de andere kanten op schijnt en dat het mooi hier door de voorkant heen komt. Ik heb de motoraansluiting omgedraaid, aangezien hij dus de verkeerde kant op reed. En nog wat kabels ingekort. Dus als ik hem nu op het spoor zet, kijk, hij krijgt meteen het signaal, je moet achteruit rijden. Dus de achterverlichting brandt meteen. Schijnt ook mooi tegen het plaatje aan, hoewel het zou iets mooier kunnen zijn. Dus ik heb nu, hij zegt trouwens dat dit forward is. Nee, wacht. Nee, dit is reverse. Als ik hem nu op forward zet, het ding is net geïnitialiseerd in de verkeerde staat. Als ik hem nu op forward zet en een beetje laten rijden, kijk, dan gaat de lamp naar de voorkant branden. De voorgaande screen captures waren elke keer kapot. Dat bleek een bug te zijn op mijn MacBook. Ik hoop dat dit nu wel doet, zodat ik kan laten zien wat ik hier een beetje aan het doen ben. Laten we nu achteruit rijden. En heel langzaam kruipt hij achteruit. Dat hopsje dat komt omdat ik waarschijnlijk iets te onnauwkeurig ben met het bedienen van de slider. Ik denk dat ik de stopknop indruk. Ja, dan stopt hij gewoon precies. Nou, om in elkaar te zetten. Deze was vrij eenvoudig uit elkaar te halen. Dit moet precies daar. Is de decoder toch nog net te breed? Ik had gehoopt dat het kon op die plek met die decoder, maar dat gaat helaas net niet. Dan zet ik hem tussen de poten van de LED. Zo zou het moeten passen. Die gaan hier zo. Er zit hier een kabel achter het haakje. Het is altijd wat gepuzzel. Ah, hij zou trouwens ook gewoon er los op moeten kunnen liggen. Ik wil dan niet nog meer tie wraps insteken, maar op zich is de tie wraps en duct tape toch de oplossing van de meeste problemen. Ja. Hop, zo, decoder erin. Hij rammelt niet. Prima. Dit hele blok erop en dan moet hij, als hij pakt, schuiven. Ho, ho, ho. Nee, volgens mij. Ja, zo. De gouden schroeven erin. Voor hij iets uit elkaar valt. Maar het enige wat nog moet gebeuren eigenlijk is dat deze een fatsoenlijk kleurtje krijgt. En
Ja, dat zal niet zo heel snel gebeuren. Hij moet ook nog gekalibreerd worden. Dat hij, als ik hem op stand 2 zet, dat hij net zo hard rijdt als een andere trein op stand 2. De manier om dat te doen heb ik naar gekeken, maar daar heb ik eigenlijk een langere baan voor nodig met melders van hey, deze trein rijdt nu langs dit checkpoint, zullen we zeggen. Nou, dat is niet iets wat ik op dit moment voorhanden heb. Kijken. Oh. Volgens mij zit er een kabelklem. Ik zie ook mijn Arduino als een licht uitgaan. Volgens mij is dit de overload protection die hier inschiet. Dan weet ik ook weer dat hij niet gewoon doorbrandt, maar zelf de stroom eraf haalt. Decoder Pro denkt nog steeds dat er stroom op staat. En ja, hier zit inderdaad één kabel om de witte as heen gedraaid. Dit heb ik al een keer eerder gehad. Ik dacht, ik heb ze ook geprobeerd in te korten, zodat het niet meer gebeurde. Het is vrij lastig. Eens kijken. Hier nog iets mee kan. Eigenlijk heb ik kleinere tie-wraps nodig. Dus dat is nog een verbeterpuntje. Even vlug testen met mijn twee schroeven. De stroom weer opnieuw opzetten. Kijk aan. Oeh. Vliegt er bijna vanaf. Dat is toch een bug in het programma dat als je hem verwisselt, dat hij ineens een stuk verder schiet. En hij staat niet goed op de rails, dus hij maakt niet altijd even goed contact. Ik vind het mooi. Ik hoop dat op de camera ook de verlichting te zien is. En ik hoop dat mijn opname dit keer wel gelukt is. Stop er maar mee. Goed, bedankt voor het kijken en ik ga proberen om nu nog een keer te proberen de beelden erin te monteren die ik opgenomen heb vanuit mijn laptop waarop de programmatuur te zien is. En ik ga eens bedenken hoe ik dit kan kalibreren. Misschien is het wel het makkelijkste om gewoon twee treinen erop te zetten. Kijken wat ze rijden op dit kleine stukje. Maar ja, ik heb in ieder geval één trein waarvan ik vermoed dat die redelijk goed ingeregeld is. En dat is die Roco HNS-trein. Maar hier ben ik alweer heel blij mee. Ik denk dat de volgende gaat worden ofwel deze. En Lima. Of mijn 1300 UHF-trein die ik voorzien heb van LED-verlichting. Maar dat zie ik wel weer. De volgende keer dat ik hier ben gaan. Bedankt voor het kijken en tot ziens.